Cholesterol is een vetachtige stof die belangrijk is voor uw lichaam. Het is nodig om lichaamcellen aan te maken en is de grondstof voor bepaalde hormonen en galzuren. Omdat cholesterol zo belangrijk is, maakt uw lichaam zelfs het merendeel aan. Cholesterol komt op twee manieren in ons lichaam. Het wordt deels aangemaakt in de lever en deels in de darmen opgenomen uit de voeding. Beide bronnen leveren elk 50% van het cholesterol in ons lichaam. Cholesterol komt dus ook voor door voeding in uw lichaam. Daarom is cholesterolgehalte in uw bloed ook afhankelijk van hoeveelheid vet u eet. Het gaat daarbij om hoeveelheid verzadigd vet in uw voeding. Om cholesterol te vervoeren door de bloedbaan moet het worden verpakt in transportdeeltjes. De belangrijke pakketjes of transportdeeltjes zijn low- en high-density lipoproteïns, afgekort LDL en HDL. LDL vervoert cholesterol van de lever naar de rest van het lichaam. Dit wordt slechte cholesterolpakketje genoemd. Als het LDL-cholesterol te hoog is, blijft het in de slagaderen en hoopt zich op in de vaatwand. Dit veroorzaakt aterosclerose, ook wel adersverkalking genoemd. HDL of het goede cholesterol vervoert overtollig LDL-cholesterol terug naar de lever waar het wordt uitgescheiden. HDL gaat aterosclerose dus tegen en het beschermt tegen hart- en vaatziekten. Daarom is de verhouding tussen LDL en HDL cholesterol minstens zo belangrijk als de hoogte van uw totaal cholesterol. De nieuwste medicijnen tegen cholesterol zorgen niet alleen voor een verlaging van het totale hoge cholesterol, maar pakken specifiek een aanmaak van LDL slechterol. Ze remmen ook de aanmaak van cholesterol door de lever. Verder zorgen ze er ook voor dat de darmen minder slechte LDL cholesterol opnemen. Hierdoor wordt de verhouding tussen LDL en HDL verbeterd, waardoor de kans op hart- en vaatziekten afneemt. Je huisarts kan meer informatie geven over de aandoening en de mogelijke behandelingen. Thanks for watching. Like en comment. En vergeet niet om te subscriben.